Voelt je een klein beetje royal, een klein beetje prinselijk, voel je je wel als je hier loopt? Op het moment staan wij in Paleis Soestdijk. Super toffe locatie. En hier mogen wij onderzoek doen naar verflagen en naar verschillende tijdperiodes. En welke verflaag bij welke periode hoort. We zijn heel blij met de samenwerking met de UvA, want we werken samen met de restauratieopleiding en dan heel specifiek de interieurrestauratie. Wat ze hier aan het doen zijn, is dat ze eigenlijk kleurenonderzoek aan het doen zijn. Dus kijken wat voor kleuren er hier onder al deze muren zitten. Pigment voor pigment kras je de lagen eraf. En door middel van het eraf schrapen zijn we erachter gekomen dat er decoraties op de deur zitten. En daar hadden we geen idee van. Uiteindelijk hebben we nog wat fotobewijs kunnen vinden van de andere kant. En dat is denk ik wel een van de mooiste ontdekkingen die we hier hebben gedaan. It's amazing to see the history of the Netherlands in one building and the different tastes of the different people who have lived here. You have Julian and Bernhard who had a very modern taste. And you have the time of Wilhelmina en Emma en Willem III, who had a more luxurious taste. Door hele kleine verfladdertjes te maken, dat je eigenlijk de geschiedenis onthult. En dat is voor ons heel belangrijk als voorbereiding van de restauratie en renovatie van het paleis. Die kleine monsters hebben we onder de microscoop gelegd en daarmee hebben we dus verschillende lagen kunnen vinden. Daar moeten we nog verder onderzoek naar doen, dus ik kan daar nog niet heel veel over vertellen helaas.